waarom deze fles, de proefrijde uitreiking hier is, is omdat de gevel, op het gevel van dit pand, de tweelinggevel, in de schoolnaar stond namelijk een grappig iets dat mijn voorgevel op het etiket zou staan, maar dat is niet zo. Erik en Laurie gaan het etiket invullen. Elk jaar kopen Becky en ik een vat whisky in Schotland. Dat laten we bottelen. Dat doen we samen met Erik Wartels, die naast dat boek staat. En dan vragen we een Zoolse vormgeefster om het etiket te ontwerpen. Dat is Jelanie Stam. En voordat ik verder ga met mijn verhaal, gaan zij nu het etiket onthullen. 1, 2, 3, 3. Ja, dat lang doen. Ja, spanning is ja. Zoals jullie kunnen zien, het is een uniek pand. Ik heb mij laten vertellen dat het een van de weinige, zo niet de enige tweelinggevel in het Oost-Rondland is. Van Zwolle. Alle flessen, dat zijn er dit jaar 279, die worden met de hand genummerd. Wij plakken ook zelf etiketten op, om het zo authentiek mogelijk te maken. En fles nummer 1 gaat altijd naar een bijzonder persoon. We hebben nog nooit aan een vrouw een eerste fles gegeven. De 7 vorige gingen naar het heren toe. Zullen we dan een leuke vrouw uitkiezen? Maar die moet wel iets voor Zwolle betekenen of betekend hebben. En toeval wilde dat de buurvrouw van de Heterij, Alice, net een trofee had gewonnen. Een horeca-trofee. Dus wij waren al heel snel uit. Dat Alice die eerste fles gaat krijgen. Dus Alice, kom naar voren. Als iemand het verdiend heeft, dan ben jij het wel. En dat gaat dus gepaard met een paar kleinigheden. Fles nummer 1, voor jou. Dankjewel. En ik hoop dat we misschien ooit nog een keer in de Heterij een Zwolse whisky mogen lanceren. Oh ja, ik ga ze ook bestellen, want ik moet hem nu natuurlijk in de schappen hebben staan. Dus dan weet je dat. En dankjewel. Ik voel me heel erg vereerd. We hebben nog een cadeautje voor je, als je die whisky lekker vindt. Becky en ik hebben vorige week een nieuw boek ter doop kunnen houden, de Whisky Almanak. Er staan er nog 208 in, dus dan kun je even vooruit. Goed. Veel plezier ermee. Ik ga nog even met de menigte verder. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Nou, nu komt het belangrijkste moment waar jullie allemaal voor gekomen zijn. De whisky proeven, aan de tand voelen, noemen wij dat. Erik heeft er weer voor gezorgd dat alle genodigden hier een glaasje whisky mogen proeven. Ik zal jullie heel even kort mijn impressie geven. Wellicht ruiken jullie er iets heel anders in dan ik. Maar voor mij is het een licht fruitige whisky met een ondertoon van graan. En je zult merken dat na het fruit, bij de afdronk, komt een heel licht bittertje opzetten. Net zo bittertje als je ook in donkere chocolade kan vinden. En ik dacht echt van, ik proef voor chocolade. Dus geniet ervan. Het allerbelangrijkste is, geniet van de whisky, geniet van elkaar. Heel veel plezier en we blijven nog wel even hangen, zoals dat heet. Gelijk de geur.